Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki presenteert intenties regering voor meerjaren ontwikkelingsplan. Regering geeft inhoud aan public sector reformprogramma. Presidentiële commissie anticorruptiewet presenteert preventief beleid aan regering. Ministerie van Defensie decoreert militairen. En COVID-19 verergert onderliggende aandoeningen. Een gedegen ontwikkelingsplan is cruciaal gelet op de financieel-economische crisis, de aanhoudende COVID-19-pandemie en de merkbare effecten van klimaatverandering. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokki op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd presenteerde tijdens de behandeling van het meerjaren ontwikkelingsplan de intenties van de regering voor het herstellen van de economie, verbeteren van leefomstandigheden en creëren van een stabiele toekomst. En dit MOP, meneer voorzitter, is dus tot stand gekomen middels gesprekken, uitwisseling van informatie, focusgroepsessies en feedback op concepten. Het is dus niet zomaar een meerjaren ontwikkelingsplan, maar een plan met behoorlijk draagvlak. En dat moet expliciet gezegd worden, omdat je snel de vraag krijgt wat het draagvlak van het plan is, meneer voorzitter, dan is die vraag hiermee direct beantwoord. Meneer voorzitter, dit meerjaren ontwikkelingsplan kijkt naar de toekomst, namelijk naar het jaar 2050 en stelt daarvoor de bouwstenen vast. Het geeft aan hoe wij daar kunnen komen en die toekomst voor Suriname kunnen realiseren. Het geeft dus een pad aan naar een toekomst waarin Suriname een rechtvaardige samenleving heeft, waarin de volgende waarden worden waargemaakt: rechtvaardigheid, inclusiviteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Een toekomst waarin een ieder binnen het stelsel van wet en recht zelf besluiten over het realiseren van zijn haar eigen potentieel kan nemen met het achtnemen van duurzaamheid van de omgeving. Een toekomst waar elke inwoner trots is om te leven in een land dat welvaart en welzijn biedt en waarbij de volgende normen en intenties hoog in het vaandel worden gehouden. Te weten, democratie, rechtsstaat en mensenrechten, strategisch buitenlandse politiek, goed bestuur en zekerheid van energie, water, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, communicatie en sociale voorzieningen. Maar ook werkgelegenheid, waardetoevoeging, vergroening en groene groei, internationale en lokale ontsluiting, erkenning van grondrechten, innovatie en exportgerichtheid. Meneer voorzitter, deze regering houdt zich dus niet alleen bezig met het herstel van de economie en samenleving op korte termijn, maar ook een visie voor de langere termijn. Die visie is via het MOP aan u voorgelegd, waarbij beleidsgebieden zijn geïdentificeerd en waarbij korte en lange termijn doelen zijn gesteld. De voorzitter, bij sommige vragen van uw geacht college in de eerste ronde lijkt het soms alsof we met de begrotingsbehandeling bezig zijn. Het MOP gaat niet over de actuele problematiek en detailzaken, maar geeft een perspectief voor de komende jaren. Ook identificeert het de kansen die we kunnen benutten indien wij daarvoor kiezen. Uw college, meneer voorzitter, moet ons ook helpen met inzichten om de juiste beleidskeuzes te maken. Welke sectoren die beschreven zijn in het MOP u belangrijk vindt en waarom
u dat vindt. Daarmee kan het planbureau en de regering verder gaan met de operationalisering. Natuurlijk, meneer voorzitter, moet alles integraal en holistisch benaderd worden, maar bij de prioritering moeten wij realistische beleidskeuzes maken. De managementstructuren van de Public Sector Reform, PSR, zijn op woensdag 15 december 2021 geïnstalleerd tijdens de regeringsraadsvergadering. De PSR is verdeeld in een onderraad, beleidsmonitoringsgroep en een interdepartementale taskforce. Van de onderraad is president Chandrika Prasad Santokhi de voorzitter en vicepresident Ronnie Brunswijk de ondervoorzitter. Verder hebben nog een zestal ministers zitting in deze raad. Wendy Yapayou, lid van de interdepartementale taskforce PSR, vertelt meer hierover. Goedendag, mevrouw Yapayou. U bent een van de leden die zijn geïnstalleerd vandaag door de president ten aanzien van de public sector reform. Yes. En kunt u ons daarbij vertellen wat deze commissie dus in feite gaat doen en wat u daarvan verwacht? De bedoeling van deze commissie is dat wij eigenlijk over een totaal sector, een totale vlakte, gaan kijken hoe we het overheidsapparaat kunnen saneren. Maar dat het beter gaat werken, efficiënter gaat werken. En dat het ook een gezondere organisatie wordt. Er moet dus integraal gekeken worden naar hoe wij met het ambtenarenapparaat te werk kunnen gaan. Zodat de mensen allemaal of bijgeschoold of omgeschoold worden om hun taken beter te kunnen vervullen. Maar ook dat dus het overheidsapparaat efficiënter te werk gaat, zodat kostenbesparend te werk gaat en dat het ook minder gaat drukken op de staatsbegroting. En binnen hoeveel tijd denkt u dat de commissie dit onderzoek heeft afgerond? Ik wil daar geen tijd aan geven. In principe de president gezegd, we hebben een maand de tijd. Dus het is een hele strakke deadline. Maar we zijn een team dat uit alle delen vanuit de overheid komt. Dus dat is een goede basis. En vandaar denk ik wel dat wij in staat zullen zijn met een goed plan aan de president te kunnen presenteren. En wat zal de president dan met dit onderzoek uiteindelijk doen? Wat zal er gebeuren na dit onderzoek? Wat zal eruit voortvloeien? Natuurlijk, als wij een plan hebben opgesteld als commissie, hopen wij dat onze voorstellen natuurlijk zullen worden geïmplementeerd. Maar uiteindelijk zal dat bepaald worden door de onderraad. Public sector reform, die ook is geïnstalleerd door de president, bestaande uit enkele ministers en de president en de vicepresident, die uiteindelijk gaan bepalen welke voorstellen geïmplementeerd zullen worden en welke niet. Dank u wel, mevrouw Yapayou. Heel veel succes. Op woensdag 15 december 2021 heeft de presidentiële werkgroep Randvoorwaarden Implementatie Anticorruptiewet een preventief beleid gepresenteerd aan de regering. Ter uitvoering van de anticorruptiewet moet de commissie een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de anticorruptiecommissie. De commissie bestaat uit 5 leden en wordt voorgezeten door Carmen Rassam namens het Openbaar Ministerie.
Je moet het zo zien, vanaf 2020, toen we werden ingesteld en door de president. We zijn een presidentiële werkgroep. En wat was eigenlijk, als we kijken de taken die ons toebedeeld toen werden, was dat we moeten zorgen dragen dat de uitvoeringsbesluiten geformaliseerd moesten worden. Hetgeen betekent dat we wetgeving technisch ook het nodige geactualiseerd hebben. Dat is ook gebeurd. En de uitvoeringsbesluiten hebben we toen, en ik denk in april 2020, hebben wij toen die aan de president overhandigd. Ik moet u ook voorhouden dat wij op een gegeven moment hebben gevraagd om de periode te verlengen, want we waren nog niet zo ver. En als ik zeg nog niet zo ver, dan bedoel ik ten aanzien van de bemensing zelf. Want er ontstaat eigenlijk een misverstand, hè, bij de mensen. De mensen denken dat de presidentiële werkgroep de commissie is zoals de wet voorschrijft. En dat is niet het geval. Die commissie waar de wet het over heeft, moet bemens worden. En dat is onze taak, zorgen voor die bemensing. En om dat te doen hadden we de nodige voordrachten nodig. U moet ze voorstellen, verschillende instanties die moeten voordragen. We denken aan bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Ook de ICT moest voorzien worden, moest bemens worden. En vervolgens hebben we gezien dat we naast die bemensing, want dan heb ik ook, denk ik ook aan mensen van de klad, mensen van de belastingen, die moesten worden voorgedragen. En we hebben intussen de namen binnen. En we willen dan nu ook aan de leden van de DNA en aan de regeringsfunctionarissen willen we in principe uitleggen wat nodig is, wat we nog moeten doen om die bemensing, zoals ook de wet dat voorschrijft, helemaal goed ten uitvoer te brengen. Als we praten over de uitvoeringsbesluiten, zijn een aantal. Daarnet heb ik u ook voorgehouden, natuurlijk ook wetgeving technisch ernaar gekeken. Maar om er één voorbeeld te noemen, en dan hebben we zo bijvoorbeeld, als we kijken van er moet ook een bureau worden ingesteld die de commissie zal ondersteunen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld het secretariaat. We hebben over afdeling melden die zou moeten komen. We hebben ook over financiële afdeling. En dat allemaal natuurlijk om het logistieke deel, hè? Dus het logistieke deel helemaal in orde te krijgen. Vervolgens is er één belangrijke. We moesten ook, de president heeft dat verzoek gedaan, dat wij ook moesten nagaan. En de wet schrijft dat natuurlijk voor. Maar we moesten nagaan van welke publieke functionarissen meldingsplichtig zijn. En om terug te komen op die commissie, waar het misverstand zo ontstaat in de samenleving, hoor, zeg ik altijd, de commissie die nu moet worden ingesteld, die zal zorg dragen dat de nodige instructies ook de deur uit zullen gaan als het gaat om het preventief beleid. Het ministerie van Defensie heeft aan een groep militairen de medaille van trouwendienst opgespeld op donderdag 16 december 2021. Minister Krishna Mathura benadrukte dat deze medaille een waardering is voor de trouwendienst die de militairen bewezen hebben aan land en volk. Het gaat om ononderbroken dienst en inzet. De medaille is een teken van volharding en discipline. Minister, is vandaag een inhaal gepleegd te decoreren. Hoe belangrijk is dit voor u? Heel belangrijk en een zeer bijzonder moment. Niet alleen voor mij, maar ik denk meer nog voor de mensen die jaren trouw het leger hebben gediend, het land hebben gediend, dat ze eindelijk in aanmerking zijn gekomen voor de medailles die daarbij horen en de oorkondes die daarbij horen. Ja, 456 als ik het goed heb hoor. Ik heb het aantal net genoemd. Daarvan zijn er 100 zoveel gouden medailles en de rest bronzen en zilveren medailles. We hebben vandaag ongeveer 100 zoveel mensen hier, een gouden medaille geven. En de rest van de medailles gaan we dus op hun afdelingen geven. En dat is in verband met COVID, dat we niet hele grote groepen hier kunnen halen.
Dit doen we ook in twee groepen. Dus vandaag waren hier 50 mensen. Straks komt er om 10 uur een 10:30, dacht ik, een tweede groep. Dus ja, dat doen we. Zodat we inderdaad een beetje een stap maken om het in te halen. Ja, we hebben ons ingezet om ten eerste het leger op verschillende manieren. Ik heb bij mijn aantreden gezegd dat we het imago gaan verbeteren. En ten tweede het leger dienstbaar gaan maken. Eén op hun kerntaken en tweede ondersteuning. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn. Er is ook wat het personeelsbeleid betreft, het HRM, Human Resource Management beleid betreft, het een en ander veranderd. We geven mensen waarop ze aanspraak maken, want ik blijf zeggen dat je het moet doen met medewerkers. En als je medewerkers niet gemotiveerd zijn, als je ze niet met respect bejegent, als je ze niet geeft wat hun toekomt, dan gaat die motivatie er niet zijn. Dus het begint met medewerkers. Maar niet alleen de beloning en waardering, ook de skills. Ook de kennis, de vaardigheden, maar ook de grondhouding is heel belangrijk. Van wie is een militair en wat behoort een militair te doen? En dat is waaraan we constant hebben gewerkt. Ik heb ook gezegd, veiligheid doe je niet vanuit een kazerne. Maar daarvoor moet je eigenlijk op het veld zijn. In de samenleving zijn en we gaan militairen dichter bij die samenleving brengen. En dat doen we eigenlijk. Dus ik ben tevreden, maar we zijn er nog niet. De uitdagingen gaan meer worden en we gaan het leger moeten professionaliseren en voorbereiden op de nieuwe uitdagingen. Volgend jaar gaan we een grotere inhaalslag maken, omdat we hopen meer budget te hebben, want de medailles kosten geld, gouden medailles kosten geld, bronzen medailles, zilveren medailles en oorkondes kosten geld. Er zijn honderden. Dit wat we hebben is eigenlijk gouden medailles voor het jaar 2016 en het zijn meer dan 100. Dan hebben we nog gouden medailles voor 17, 18, 19, 20, 21. Dat zijn op zijn minst meer dan 600 medailles totaal, gouden medailles. En dan praat ik over zilveren en bronzen. Daar is het ook honderden medailles. Ja? Maar we hebben inventarisatie. Ik heb de aantallen niet bij de hand en niet uit het hoofd. Maar we hebben een hele gedegen administratie en inventarisatie gemaakt. En dat gaan we gewoon inhalen. Want dat zijn wettelijke bepalingen. En je kan niet zeggen van, ik ga me niet houden aan de wettelijke bepalingen. Want dat is slecht bestuur, dus ik wil me wel houden aan de wettelijke bepalingen. En ja, dat is het. COVID-19 verergert onderliggende aandoeningen. Mensen met onder meer hoge bloeddruk, diabetes en luchtwegaandoeningen lopen meer risico op zware klachten bij besmetting met het virus. Hoge bloeddruk, diabetes en hartziekten zijn overbekende ziektebeelden. En ieder kent wel iemand die aan een van deze aandoeningen leidt. Bent u reeds gevaccineerd? Adviseer degene met dit ziektebeeld om zich te laten inenten. Het gaat echter niet alleen om deze groep die kwetsbaar is voor COVID-19. Het virus kan een ieder treffen en voor alle leeftijdsgroepen dodelijk zijn. Gaat u daarom langs één van de vaccinatielocaties en laat u zich informeren. De juiste informatie krijgt u namelijk op de juiste plek. Kies voor vaccinatie voor u en uw kind. Tot zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.